Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Crusader Kings 3. Doen we met onze eigen Reginar. Twee zonen, drie dochters en een broer. En dat is alles wat ons rijk is een beetje bij elkaar moet houden. We zijn in oorlog. In dit geval met Engeland. In de hoop deze erbij te krijgen. Het heeft even geduurd. Met name door corona. Niet zozeer voor mezelf. Maar... Wel genoeg mensen om me heen, waardoor ik zelf ook even thuis moet blijven. En dan zou je zeggen, ja, dan heb je toch juist heel veel tijd. Maar nee, want dan moet dus heel veel online gemaakt worden voor werk. Goed, we pakken het snel weer op, echter. We beginnen met een siege. De eerste komt gelijk hier. Is dat een overwinning? Hij gaat er zelfs helemaal vandoor, dus het zal überhaupt niet zijn. Eentje kan hier achterblijven, de ander gaat lopen. Hier station besiegers en de rest kan dan daar naartoe. Dat zou dan een vrij makkelijke overwinning moeten zijn, juist. Commander, jij niet. Het is wel zonde als je die niet hebt. Mijn eigen zoon, ja, why not? Dat is in ieder geval weinig. There we go. Staring at stars. Ga ik mijn antwoorden zoeken in de hemel? Extra stewardship. Oh, sowieso dan. Of ga ik me meer op aarde richten? Nee. Dan geef ik meer stewardship. Oh, ik heb hier nog een leger. Wauw. Ja, maar ik in de hoofdstad dan. Beste leger met mijn broer aan de macht. Het zou heel erg zijn als er met dat leger iets gebeurt, maar niet huis. Hostile army. Hé, je bent helemaal niet van siege. Ja, heel verkeerd. Ik zag de verkeerde plek staan. Ja. Zonde. Oeh, hier gaan drie legers zelfs tegen elkaar die mij slecht gezind zijn. Workers diligence. Motivated workers. Building construction time wordt korter in Zutphen. Dat is mooi, want daar is nog wel wat groei mogelijk. Betere forten en meer garrison. Die is al vol, die is vol. Hier zit ook nog wat ruimte. Doe ook maar walls and towers. There you go. Beetje investeren. Die siege loopt en goed ook. My son, perfect. Goof Catholic name Gregory, dat is niet echt Dutch. Alwin. Gieselbert. Koenraad, kijk, daar kan ik iets mee. May you grow to be strong and wise, my son. Kan ik dan gelijk wat titels geven? Dan kan ik dadelijk eventueel wel mijn broer af... Oh. Wow. Tot zover dat plan. You win some, you lose some. Hij wordt geboren, maar gelijk... sterft zijn vader. King Reginald I of the Netherlands has found peace in Christ's embrace at 59 years of age. He drank himself to death, a keen and dedicated hunter. He loved to spend entire weeks in the wilderness looking for the most elusive game. King Reginald ascends to the throne, a wise and learned man. Progress and innovation is expected under his rule. Continue. Ooh, economy says. Kan er maar zes. You became the new dynasty head of the Regina dynasty. Oké. En hij heeft ontzettend hekel aan mij. Want. Once a seat on the council. Maar dat lijkt me geen probleem. De beste counselor is in principe deze. De beste marshal is in principe die. De beste steward. De 16. Dat is niet veel, maar de rest is nog veel slechter, dus laat ik jou dan maar... Nou. Reassign. Beste Chancellor. 21 of 14. Ja, ga ik dan voor een hele goede steward? Of sorry, een hele goede marshal? Of ga ik voor een hele goede diplomaat? Hoe zit het met mijn control? 182, 122. Ja, er moet nog wel wat control gewonnen worden. Dus dat lijkt me best dat ik daar even een hele goede neerzet.
dus in dit geval niet meer mijn broer, maar mijn oom. Assign. Kijk, ik vind ineens een stuk minder erg. High taxes, short reign, dat komt wel goed. Hij is nog steeds natuurlijk katholiek. Chancellor. Dat wordt deze dan. Je bent niet echt heel goed. Wacht, ik heb natuurlijk zelf ook nog een broer nu vanuit mijn nieuwe rol gezien. Brother-in-law. Dat is gewoon slecht. Kijk, wat hebben we hier nog? Beste voor deze job. Kan ik hem... Het is wel tof om een spymaster te hebben met een eyepatch natuurlijk. Nee, je moet je gewoon de beste hebben. Dat ben jij. Oh. Sorry. Reassign. En hier. Gewoon de beste die we hebben. Ben jij. Oké. Jij mag mij helpen met mijn domein. Kijk, het levert in ieder geval eentje extra op. Maar waar ben je nu de baas van? En hoezo is hier de pleuris uitgebroken? My brother? Ja, mijn broer heeft mijzelf te... Mijn zonen hebben dus onderling oorlog, omdat hij een beetje zijn eigen koninkrijk is gestart. King! Oh, hij is koning van Frisia geworden. En daar heeft hij dan dus dit bij gedaan. Ja, oké, ik heb dus twee oorlogen tegelijk te voeren. Nou, we gaan heel snel met die Engelsen afrekenen. Die is geregeld. Ah, dat komt wel. Maak me niet direct zorgen. Ik moet gewoon die soldaten straks even oversteken. Maar handig is anders. Bit siege. Dan kan de rest wat door naar daar. Dat kan zelfs gesplit worden, denk ik. Ja. Kan jij nog naar daar. En die gaat dan naar daar. Juist. Oké. We gaan hem dus een beetje ook afronden, denk ik. Plop. En plop. Barony. Die kan dan daar naartoe. Dat is de hoofdstad. Mooi, dan hoef ik hier verder niks meer te zien. Jij naar daar. En jij nog eentje verder. Ah, ik denk dat het redelijk snel gedaan is, maar goed. Heeft natuurlijk ook nog ergens een leger rondlopen, als het goed is. Utrecht is een claim on the Duchy of Holland. Ja. Ja, dan gaat hij. Dan pakt hij Holland. Maar ja, valt hij dan nog steeds onder mij? Ik denk niet. Jij bent ook gewoon een zelfstandig land, hè? Ja, precies. Ik moet jou gewoon even terug in het gareel brengen. Oh, hier loopt een groot. Nee, oh, die gaan de zee op. Dat is mazzel. Dit niet. Als jullie die nu gaan bevrijden, dan heb ik een probleem. Ja, dus even opwachten. Maar net die verdedigers zijn natuurlijk weer een overwinning. 83%. 86%. Capture someone. Dat is ook zo goed. Ja, kom maar weer terug. Prince Edward captured your foe, King Rudolf, after the Battle of Utrecht and took him hostage. Perfect, dan is het al afgelopen. Enforce demands. Ja, maar ik ga met jou nog wel even. Claim title. You already have a claim. Kijk, dat is mooi. Dus ik probeer maar straks de oorlog te verklaren. Ja, zo had de ene ruzie met de ander. En dat gaat nu even door. 100%. En force demands. Nou, blijkbaar niet. En force demands. Speed check. Oké, dat is geregeld. Nou, die andere oorlog was al opgelost. Can ask my head of faith for money. Your son. Negotiate alliance. Prisoners can be ransomed. Een tientje voor jou, een tientje voor jou. Een tientje voor jou. 50. 10. 25. 50. Nog een tientje. Ja, dat levert lekker wat geld op. Oh! Nou heb ik trouwens een masker op.
Iets met mijn hoofd? Disfigured. Oh, dat... That would explain a few things, maar... the barbershop. Headwear. Cap. Oh, dan moet... Hij heeft sowieso dat ding op. Oké, nou ja, dan prima. Fickle. Extra diplomacy, minder stewardship. Dat is niet handig. Content. Meer learning. Sowieso goed. Of trusting. Content. Beter. Aken en... Ja, die ik net veroverd heb. We hebben low control. Lifestyle. Ja, de perk zit weer in learning. Daar is hij heel goed in. Ik moet nog steeds heel veel mensen bekeren. Dus dat lijkt me geen slecht plan. Dan kan ik ook al wat extra piety gebruiken. Die heb ik al helemaal. Faithful. Ja. Dan ga ik daarna wel voor meer control. Ransom accepted van zo'n beetje iedereen. Ik heb wel nog wat titeltjes op te eisen. Ja, Frisia. Ja, ik kan er oorlog om voeren. Maar volgens mij ga ik hem ook weer terugkrijgen. Want hij is infertile, toch? Ja, precies. Hij kan geen kinderen krijgen. En toch heeft hij een kind. Oh, fertility min 50. Er staat niet dat hij absoluut geen. Utterly unable. Dat is wel duidelijk, hè? Rulof's loins are utterly unable. Zijn dus compleet ongeschikt om leven te geven. Compleet ongeschikt. En wat loopt hier? Een zoontje. Dat is bijzonder. Maar ja, goed, er staat vervolgens dat fertility is min 50. Het is niet onmogelijk. Claim. Ja, ik heb de claim al blijkbaar. Discount all. Declare war. Your claims. Kingdom of Frisia. Hoezo komt hij aan 15.000 man? Wie is jouw super ally? The Byzantine Empire. Ja, maar ja, hoe snel zijn die hier? Komen die überhaupt hier? Die moeten heel ver lopen. En heb ik misschien ook nog bondgenoten? Ik heb een zoon. Die heeft nog geen vriendinnetje. Gaan we wel even voor hem zoeken. Oeh, dit zou een hele goede zijn. Hij is al 33. Alliance power. Lazy, liever niet. Toevallig de Franse of zo nog. Brittany. Hoe oud ben je? 9. Robust. Medium health boost. Extra sterk. Dat is een hele interessante optie. Maar ja, qua alliance power is het nog niet zoveel. Carinthia. Duchies. Ja, dat zit niet echt... Oh ja, nee, dat is Anjou. Ja, dat hoeft trouwens niet slecht te zijn. Homely. Oké. Okay. Oh, dat... Ik weet niet. Homely. Nooit van gehoord. Het plaatje wordt ook, ik neem aan dat ze geen kikker is, dus... Ja, er zit nog niet echt een killer match bij, om te zeggen van wow, die moeten we hebben. Qua skills, het eentje van 14. Oh, die is ook al volwassen. Ja, dat hou ik nog heel even in de pocket. De vraag is, gaan we mijn broer aanpakken? Of kan ik gewoon zeggen, hey, let's make an alliance, want dat kan waarschijnlijk ook. Oh, wauw. Mijn oom heeft echt iedereen gevangen daar, die jongen een beetje irritant is. Negotiate Alliance doet hij ook niet, want... Ja, ik heb een claim op zijn gebied. Request claim. Ja, dat hoeft niet, claim heb ik al. Hij vindt me op zich ook wel aardig. Ja. Kijk, als Dynasty moet hij toch met me meevechten. Dus ook wat dat betreft is er niet zo aan de hand. Aan de andere kant, als ik hem verover, dan
natuurlijk, als ik straks zelf weer kinderen heb en die moeten mijn rijk ook weer verdelen, dan blijf je een beetje diezelfde problemen houden, denk ik. Dat je namelijk toch een soort van twee koninkrijken hebt. Het valt in ieder geval perfect in twee gebieden. Dat is wel fijn, want we hebben Utrecht en Gelderland. Dus dat is dan het mooie dat ik het een beetje goed verdeeld heb. Ik kan ook eerst mijn broer aanpakken. Sorry, mijn oom is dat inmiddels. Toch wel niet zo aardig. Demand conversion. Might accept. Might accept. Nou, als ik hem tegen me heb, hoe sterk is hij? 3500 man. Ik heb er. Maar ik heb er wel veel meer. En ik kan dus mijn broertje erbij halen. Dan kunnen we samen onze slechte oom, dus aanhalingstekens, aanpakken. Even kijken. Nou, genoeg om over na te denken. We zijn in ieder geval weer een provincie rijker. Daar begonnen we eigenlijk mee. We zijn nu op 7 van de 7. Deze is erbij gekomen. En ik ben op dit moment zelf de baas van Friesland, Limburg en Nederland. Ik heb dus... Oh wacht, ik heb 3 duchies. Dat vinden ze waarschijnlijk ook te veel. Ja, yeah, hold too many duchies. Ik ben duchy van Limburg. Ja. Off camera eventjes wat dingetjes regelen. Kom ik op terug. Voor nu bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.